In deze video gaan we een prachtige vrijstaande woning bekijken. Je ziet hem hier al achter me. Hij is dus mooi gelegen aan het water. En hij staat ook nog eens op een groot perceel van maar liefst 745 vierkante meter. Dit is hem dan, de Parelvissers nummer 35. Zoals net gezegd, een prachtige vrijstaande woning. Hij heeft 4 slaapkamers en dus een tuin rondom. En we gaan alles in deze video even bekijken. Maar we beginnen hier aan de voorkant. En zoals je ziet heeft hij uiteraard, zoals een vrijstaande woning vaak heeft, ook deze woning een mooie grote oprit. Ja, en normaal gesproken verwacht je hier dan een garage. Alleen deze garage die is niet meer in gebruik als garage. Dat ga je straks zien. Dus ook die deur is weggehaald. Maar er is een oplossing voor je bergruimte. Dat komt later. Zo, ja. Via deze prachtige grote hal komen we hier in de woonkamer. Ja, en die woonkamer is best moeilijk te definiëren waar je nou je zitkamer hebt of je eetkamer. Want hij heeft verschillende zitjes, zoals je nu al even gauw om je heen kan zien. Fantastisch, keuzemogelijkheden. Wij beginnen even in de keuken. Die heeft in dit geval natuurlijk wel een vaste plek. Die zit hier aan de voorkant en dat is helemaal geen verkeerde plek. Want hier heb je dus lekker veel glas ook aan de voorkant. Dan kijk je leuk weg richting een speelweide in dit geval. Een mooi plekje. De keuken zelf is niet nieuw meer, maar de frontjes zijn vervangen. Dus hij ziet er nog keurig uit en hij is voorzien van divers inbouwapparatuur. Ja, niet alleen veel glas bij de keuken, maar ook hier aan de zijkant. En er is nog veel meer glas achter de woning. Kijk, zo heb je op deze manier hier ook nog een prachtig zitje. In dit geval gezellig bij de haard. En wederom dus, zoals gezegd, heel veel glas. Dat is fraai, want ja, dan zie je ook je prachtige tuin rondom. Voordat wij die tuin gaan bekijken, gaan we eerst even boven kijken. Op deze verdieping vinden we dus 4 slaapkamers. En de badkamer. Die is voorzien van 1 douchehoek, een lichtbad, dubbele wastafel en een hangend toilet. Ja, en wat op zich heel praktisch is, is dat je op deze verdieping ook een wasruimte hebt. En die zit pal tegenover je badkamer. Dus je kunt zo je wasgoed naar de overkant doen en in de wasmachine stoppen. Hier vind je ook de cv-ketel. En hierboven vind je nog een hele ruime bergzolder. Die is te bereiken met een vliesotrap. Laten we uiteraard rustig even tijdens de bezichtiging zien. Daar vind je ook de omvormer van de zonnepanelen, want er liggen 7 zonnepanelen op het dak. Ja, en zoals gezegd is de garage omgebouwd. En die vinden we hier. In dit geval omgebouwd naar een hele nette bergruimte. Of bijkeuken, dus even hoe je het zelf wilt bestempelen. Want dat kan natuurlijk ook heel goed. Hier zit achter de kast zit ook een wateraansluiting. Dus mocht je toch liever op de begane grond die wasmachine neerzetten, zou dat kunnen. En als verrassing hebben we hier nog een kamer. En dan nu gaan we de tuin bekijken. Je zag het net al vanaf die kant. Het is een prachtig aangelegde tuin. 2 jaar geleden is hij nog weer netjes gemaakt. Deze oude palmbomen zijn dus oud, want die staan al wat langer. Dus die zijn goed geaard. En die blijven dus ook mooi staan. En die geven een schitterende sfeer hier in de tuin. Veel tuin, dat betekent ook dat je die kant nog op kan. Ja, het loopt dus helemaal naar de voorkant. Laten we allemaal rustig tijdens een bezichtiging even zien. Maar veel tuin. Ja, het huis zelf is ook goed onderhouden, is altijd goed in de verf gebleven. En misschien zag je ze net al op het dak liggen, zoals boven ook gezegd, inmiddels ook voorzien van nieuwe zonnepanelen. Wat ook nieuw is, 2 jaar oud inmiddels, maar is deze prachtige overkapping. Ja, ik noem het eigenlijk een tuinkamer, want deze glazen deuren kunnen helemaal dicht. De zijkanten zijn dicht met glas. Ja, je kunt hier heel snel heerlijk zitten. Dat is een prachtig plekje. Maar
er is nog meer. Want wellicht miste je dus de garage aan de voorkant. Nou, opbergruimte voldoende, want achter die overkapping vind je ook nog eens deze ruime schuur. Daar nog plek voor het stallen van je fiets. Daar nog een hoekje waar je een bootje neer zou kunnen leggen. Het is te veel om in deze video te laten zien. Kom bezichtigen, dan laat ik alles zien. Maar er is nog één plekje die ik je graag nu nog even wil laten zien. En dat is dit schitterende plekje hier aan het water. 'S Morgens vroeg, het is nu ochtend. Ja, de zon is verstopt achter de wolken helaas vandaag. Kun je hier heerlijk je ontbijtje in de zon eten. Prachtige woning op een geweldige locatie. Fantastisch mooi perceel. Gebouwd in 2001, verduurzaamd afgelopen jaar nog met zonnepanelen. Ik kan me voorstellen dat je deze woning in het echt wil ervaren. Ben er gauw, een afspraak met je makelaar. Moet jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.